Een retro shirtje van AC Milan. En een heel tof retro shirtje van Liverpool. Dus wil jij een van deze twee shirtjes winnen? I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve taties. Welkom bij een nieuwe video. Mama is leuker dan jij. Ja, reageert eigenlijk niet echt. Ik denk, nou. Het zal wel. Deze is niet gemaakt voor onze gewichten. Het zit gewoon op de grond. Nou. Lekker is het, zacht. Nee? Oké. Vind je lekker? Ja, eens even de buurt aan het verkennen. Ja. Ik doe hem eerst een lekkere ruimte voor. Deze moeten we dus op het balkon hebben. Ja, want daar hebben we echt de ruimte voor. Maakt niet uit. Zie je. Oh. Gaan we hier ergens een huisje zoeken dan? Nee. Nee, hè? We gaan niet meer naar het strand. Ja. Nee. Oké, dit is heel leuk, maar hoe kom ik er nu uit? Jullie wel. Ik hoor het, ja. Zullen we weer naar huis gaan? Zullen we nog even van de glijbaan gaan anders? We hebben weer een pakketje binnen. Oh. Ja, we hebben een pakketje binnen. Van Sarah. Oh. I know from nothing. Yes. Wat is eigenlijk? Yes, I do. Dus die gaan we even openen. En met de open dan. Sorry als ik een beetje groggy in zit overkom, maar ik ben een beetje groggy in zit. Dus. Sarah. Maar is voor. Voor Jesse. Het is voor Jesse Silver, ja. Jesse Silver. Spannend zo. Ja, Sarah is wel. Italiaans, hè, Sarah? Oh. Oh, ik hou ervan. Dat is cool. Kijk dan. I love it. Helemaal tof. Nou is het wel misschien een beetje warm nu voor. Maar ik kon het gewoon niet laten. Ik kon het gewoon niet laten om te kopen. En ik dacht, misschien laat het ook nog wel een beetje lucht door. Dacht ik. Jawel. Misschien is het wel, niet zo warm als dat het lijkt. Het is wel luchtig. Leuk gevonden, schat. Wel. Kan je wachten tot je me aan doen? Had hem ook in mijn maat? Weet ik niet. Misschien wel een broekje. Is het toch dit? Ja, dit is. Dit doen al die moslims ook. Dat is je zonde. Je zonde. Goedemorgen deze morgen. Het is zondag. Oh, lekker aan de koffie. Want dat hoort. Op zondag. Nee, elke dag. En scherp. Morgen. Hij is niet scherp. Wel, het was scherp. Scherp. En wandelen was leuk, hè? Ja, we zijn lekker aan het weer. Ja, we zijn weer even wandelen. Maar ik heb iets heel erg leuks. Want wie opgelet heeft. Ik zag in de berichtjes al voorbij komen dat we een leuke giveaway hebben. En deze giveaway, die had ik al een tijdje terug, ik zal het even uitleggen, een tijdje terug had ik die al eigenlijk gepland. Maar dat was eigenlijk nog in de
in het moment dat ik wilde gaan streamen. En dat streamen wil ik eigenlijk nog steeds, maar dat is een lange termijn verhaal. Want ik heb natuurlijk toen een laptop gekocht, heel speeltje gekocht, bla bla. En toen wilde ik gaan streamen. En toen kregen we de bevallingsvlog. En toen gingen heel veel mensen kijken naar bevalling en zo dergelijk. Toen dacht ik van nou, ik ga nou niet streamen, want de meeste mensen die nu aanhaken, die zullen niet zo van het gamen zijn. En inmiddels heb ik alles weer verkocht van mijn laptop en de game capture card en alles op en eraan. Maar ik heb toen wel contact gehad met een jongen en die verkoopt retro shirtjes van voetbalclubs. Super tof. Hij heeft nog veel meer, ook 3D puzzels en zo. En die gaan we weggeven. Want ik heb dus een heel tof shirtje van Damn. Een retro shirtje van AC Milan. En een heel tof retro shirtje van Liverpool. Dus, wil jij een van deze twee shirts winnen, en ze zijn echt super cool, het is maatje M allebei, dan vraag ik jou om te abonneren. Het liefst eventjes wat te delen, dat is natuurlijk altijd super tof. En om eventjes een leuke comment achter te laten waarom jij vindt dat jij een van deze twee shirts moet winnen. Dus ik ben benieuwd wat jij ons te vertellen hebt. Toppie! Huh? Nu gaan wij eventjes klaarmaken. Ik heb vers brood in de oven zitten. Dat heb ik zelf gemaakt. Dat ruikt lekker. Ruikt lekker, hè? We mogen niet zo schellen, schat. We gaan een swear jar invoeren. Swear jar, ja. Ja, want wij worden nog wel eens gestrikt. En we zitten wel eens te editen en dingen terug te kijken. Dat er best wel wat ff en ts. Maar geen k. Maar wel andere, ja, 18 plus woorden. En die gaan we proberen een beetje weg te laten. Maar dat valt niet mee. En het is onze cheat dag vandaag. Ja, en het is onze cheat dag vandaag. Ja, maar we beginnen wel even, voordat we gaan eten, met een wandeling op Megamaar. En ja, eigenlijk moeten we ook even een island check die hebben voordat we eigenlijk gaan cheaten. Want? Dat staat op mijn voedingsschema. Dat je eerst de eiwitshake moet pakken voordat je gaat eten. Nou, dat eigenlijk pas volgens mij in de middag of zo mocht cheaten. Maar ja, ga ik nog even nakijken. Oké. Okay. Ja. Is goed. Want ik ben wel goed bezig, hè, papi. Je bent heel goed bezig. Ja. Je zit ook gewoon in je string. Ik weet niet of we hier strike op gaan krijgen. Nou, we doen er gewoon weer een blur overheen. We doen er maar weer een blur overheen. Nee. Nou, je bent in ieder geval echt heel goed bezig. Dat moet ik wel even complimenteren. Dankjewel. En vandaag gaan we cheaten. Wat ga je allemaal cheaten? Nou ja, brood. Oké. Okay, en geen misschien een stukje taart. Taart. Ik weet niet of we dat krijgen op de verjaardag, maar we shall see. Ja. Hoepoe. Ik heb ook een beetje hoofdpijn. Brood is bijna klaar en we gaan zo meteen eerst lopen. Dus, maar waar zijn ze? Oh ja, dus. Shirtjes, comment, abonneer en wil je zelf eventjes kijken, want hij heeft ook hele leuke 3D puzzels van allerlei stadions. www.pro-lion.nl. Oh, dat ziet er lekker uit, poepie. Hij is eindelijk goed gelukt. Oh. Oh. Het is een beetje een hartig, kan dat? Hartig zoet? Ja. Het is een zoet-zout brood, volkoren, met rozijntjes. En dan hebben we straks voor de ultieme cheat. Ah, die was ik vergeten. Oh, echt waar? Ja, dat is wel. Deze moet je straks een beetje opwarmen en dan brood erin doppen. We moeten even uitleggen wat dat is, want dat gaat er niet in, denk ik. Oh, gecondenseerde melk. Dus stroperig, zoet, lekker. Het lijkt een beetje op dat, wat je wel eens, die fluffernutter. De marshmallow-achtig. Ken je die fluffernutter? Dat Amerikaanse smeersel. En dat deden wij vroeger met een pindakaas. Ah, oh, zo lekker. Maar ja, dat is heel luchtig. Dit is gewoon stroperig. Onwijs. Daar had ik hem bijna weer. De F.
Dit is gewoon onwijs romig, stroperig en dik en dan gewoon een beetje kaneel of zo erin. En dan met het brood. Oh, dat is zo lekker. Mm. Dus nou, maar we gaan eerst even afvallen. En we gaan eerst even wandelen. Zo. Deze dag verliep even... Oh, scherp. Deze dag verliep even wat anders dan we hadden gepland. Ja. Want ik moest naar mijn werk. Ja. Het was geen verjaardag. Nee. Ik ben ook pas net terug. Zo, ja, ruim in de avond. En ik ben om 11 uur was ik opgeroepen. Dus helaas niet meer naar de verjaardag kunnen. Nou, misschien morgen nog. Ja, nou ja, we gaan het sowieso goed maken. Wat wel erg leuk is, is dat deze ventje hier bijna 6 maanden is. En dus vrij logisch gewoon uit zijn bed klautert en dat soort dingen bijna. Ja, bijna. Dat is wel overdreven hoor. Maar hij is wel flink zich aan het draaien en doen. Dus we vertrouwen het niet helemaal meer. Zo snel en bewegelijk. Dus hebben we... En bijna 6 maanden. Hij is... Misschien 5 maanden in een week of zo. Ik ben benieuwd hoe die reageert. Nou, we hebben dus een matrasje verlaagd. Ja, matrasje. Hij zal het zelf niet echt snel door hebben, denk ik. Maar ja, wij wel. Ik ben een beetje emotioneel. Mama is emotioneel. Ja, zo snel gaat het, hè, poepie. Wat is er nou? Geen kopje thee staan. Ja, poepie. Hoort erbij, hè. Hoort erbij, poepie. Dat was ook nergens op dit. Ja, nou, het maakt er niet uit. Tuurlijk al. De hele stap al, hè. Ja! Zo'n grote vent. Weet je hoe emotioneel dat is? Bed gaat omlaag. Dat is gewoon. Dat is gewoon. Vette emotie en zo, man. Een hele rollercoaster, je weet toch, hé. Lig je laag ineens? Hij denkt, hé, hey, shit, man. Man, waar lig je ver weg, man? Dat is leuk. Dit nou, hè? Hoi! Kijk, ik kom met je vinger in de lens. Oh. Een droppie is het, hè? Nee. Zou die trek als ik erbij ga liggen? Nee. Nee? Nee, het zit er maar met zo'n staafje, zeg maar, aan de zijkant erin. Ja? Wil je iets zeggen? De laatste stand zou ik wel aandurven, want dan leunt hij, zeg maar, op de onderste balkjes. Niet meer dik. Nee. Wat lig je laag in deze grote jongen? Nou, terwijl het mama eventjes de tranen droogt. Ik ga papa eventjes eten opscheppen, want ik heb honger. Zijn toetje staat op tafel. Mm. Dan heb je de honing op. Ja, een beetje honing, een beetje poedersuiker. Hé, hey, cheat day, moet je wel echt cheaten, hè? Dit is gewoon een soort van karamelsausje geworden. Ja. Dit is brood met rozijntjes, poedersuiker. Gaat ie? Sick. En een beetje honing. Is het te doen? Ja. Nou, dat was weer een... was wel weer een greep uit ons dagelijks leven. Chaotisch, veranderlijk, impulsief. En gezellig en leuk. En, een beetje spanning en een beetje emotie. Oh, ik wil mijn kusje geven. Maar... middelvinger is ook goed. Nou, het zonnetje komt er nog even door. Wij gaan genieten van dit heerlijk stukje brood.
Vond je dit een leuke vlog? Duimpje omhoog. Vergeet geen reactie achter te laten als je de voetbalshirtjes wil winnen. En vergeet ook niet te abonneren. Belletje aanzetten. En dan zeggen wij tot de volgende keer. Ciao. 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 Ciao.